gebouw van de faculteit bouwkunde van de TU Delft staat op instorten. Het pand van 12 etages staat al sinds dinsdagmorgen in brand. De hoogwerkers van de brandweer zijn niet in staat om bij de hoogste verdiepingen te komen. Een gesprongen waterleiding zorgde bij een koffieautomaat voor kortsluiting een verdieping lager. De gemeente Delft adviseert bewoners van een aantal wijken deuren en ramen gesloten te houden en niet naar buiten te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Door de brand zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, maar niet in gevaarlijke concentraties.